Welkom lieve vissen, dit is jullie reading. Vandaag gebruik ik de Kim Krans deck, de Wild Unknown Archetypes en de Easy Tarot. Van harte welkom. Dit is de reading voor de vissen, mensen die met een vis te maken hebben of gewoon een ieder die zich aangetrokken voelt tot deze reading. Wat mogen wij weten, spirits en guides voor deze reading, voor de kijkers. De meest belangrijke berichten die door mogen komen. Deze. Kijk. Die moest ik er alvast uithalen. Wat mogen wij weten? Ik heb, als je mijn manier van readen leuk vindt, ik heb nog 3 andere tarotkanalen. Doe daar je voordeel mee. Iemand houdt wat voor zich. Kan zijn dat iemand zijn of haar gevoelens voor zich heeft gehouden of gezwegen heeft tot een bepaald moment. En dat heeft een bepaalde reden gehad, denk ik dan maar. Wat die reden is geweest, weet ik niet. Deze ligt op zijn kop, dus... Ik heb het gevoel dat je te maken hebt gehad met iemand die geëngageerd was. Dus die had al een relatie of een huwelijk. En nu dat de situatie gaat veranderen met Empty Room, is er dus plaats voor jou. Onderaan het dek iemand die daarom gezwegen heeft. Dus de persoon heeft gezwegen omdat ze nog niet vrijgezel waren. Oh. Deze. Ik zie hier vlammetjes, dus het kan goed zijn dat het gaat om jouw tweelingenvlam. Dat is wat ik hierbij voel. Je hebt altijd al de sterke connectie met deze persoon gevoeld. Die persoon heeft altijd een rode draad in je leven gehad. En als deze persoon terug contact met je opneemt, dan vallen alle puzzelstukjes op zijn plek. En jullie spiegelen ook heel veel van elkaar. Wat mogen wij weten over deze persoon? Er komt ineens abrupt een bericht van deze persoon. Via het web. Wat duidelijkheid verschaft. Dat mogen we weten over de rode draad. Dan weet je ook wel dat die persoon heeft gezwegen. Deze persoon wil graag met jou samenwerken. Mogen we weten over de spiegel. Deze persoon heeft heel veel inzichten gekregen door het feit dat jullie elkaar spiegelen. Dat mogen we weten over die abrupte communicatie. Ze voelen veel passie voor je. Jij ziet die communicatie niet aankomen. Weet dat het de waarheid is die gesproken gaat worden. Mogelijk via het web ga je duidelijkheid krijgen. Het kan zijn dat deze persoon zijn tijd heeft genomen. Het is jouw ware soulmate. En met die vlammetjes zei ik al. En heeft heel lang over de situatie nagedacht. En heel veel geheeld. Deze persoon wil graag met je samenwerken. Dat is eigenlijk de rode draad die vanaf het begin af aan al duidelijk was. Het kan zijn dat iemand al iemand anders had. Daar gaan ze met je over praten. En uiting geven dat ze gekozen hebben en jou zien als soulmate. Dat mogen we weten over de spiegel. Veel dingen zijn duidelijk geworden. Deze persoon kan jou niet loslaten. Heeft een besluit genomen om zijn of haar huwelijk, relatie, connectie los te laten en naar jou toe te komen. Dat is nogal wat. Wat mogen wij nog meer over deze persoon weten?
Apocalyptus. Ik heb het gevoel dat je dit niet aanziet komen. Totaal niet. De ring op zijn kop. Dat deze persoon nu gescheiden is. Dan nog meer. En het is ook iemand die jou altijd heeft laten lachen. Dat is iemand die altijd heel positief is. Mogen we nog meer weten? Het web gaat zich... Er wordt een nieuw web gespannen tussen jullie. Het ware web, hoor ik. Wat mogen we weten over Apocalyptus? Je ziet, wat ik zeg, je ziet het niet aankomen met de acht van zwaarden. Je gaat ineens communicatie krijgen over iemand die zegt dat jij hun ware geluk bent. Dat ze graag met jou verder willen. Iemand is gaan scheiden voor jou. Ga dus nieuwe zaadjes planten. Hij heeft het al die tijd stilgehouden. Maar gaat nu zijn of haar emoties uiten. Het is iemand die het altijd heel luchtig heeft gehouden met je. Het kan zijn dat je daarom niet ziet aankomen. Het is iemand die voor jou kiest. En ook iemand die heel goed kan manifesteren. Dat wij weten met deze spinnenweb. Het is je past life soulmate die heel veel passie voor je voelt. Het is divine timing om naar je toe te komen voor een nieuw begin. Iemand wil graag eerlijk geven en nemen. Ziet jou als stabiele partner, wil jou een aanbod doen en hoopt dat jij ook het verleden achter je zou willen laten voor deze persoon. Dus dat je de persoon vergeeft voor wat er gebeurd is. Wat mogen wij nog weten over de toekomst met deze persoon? Het is een succesvol persoon, of jij bent succesvol, of jullie worden een powerkoppel. Er is veel verdriet geweest. Veel gemis geweest. En nu komt er dus uiteindelijk een bericht van deze persoon. Wat mag je over die bericht verwachten? Wat mogen we verwachten aan de schildknaap van bekers? Dat ze graag met jou verder willen. Dat ze je niet kunnen vergeten. Dat ze je al die tijd in de gaten hebben gehouden. En dat ze... voor je willen vechten. Wat mogen we hier nog meer over weten? Het karmisch oordeel. Een nieuw passioneel begin. Kan zijn dat deze persoon offensief is geweest. Of dat... defensief is geweest. Kan zijn dat deze persoon geblokkeerd is geweest. Of dat jij die persoon hebt geblokkeerd. Of vice versa. Het is iemand die de strijd wel wil aangaan om voor jouw hand, als ouderwets. Wat mogen wij nog meer weten over deze persoon en jou ten slotte? Wat zijn de meest belangrijke berichten die er nog uit mogen komen? Deze persoon komt naar je toe. Wil aan dit einde een verandering brengen. Het valse zwaar dat jullie geen contact meer hebben. Deze persoon heeft lang getwijfeld. Maar kan de passie niet meer ontkennen. Staat in zijn of haar kracht en wil absoluut dat nieuwe begin met je. Het is iemand die ook dezelfde geloofsovertuiging heeft als jij. Of spiritueel onderlegd is. Het kan een boogschutter zijn, maar het hoeft niet. Het is iemand die wel zijn of haar tijd heeft genomen en nu dus met goed bericht komt. Het kan zijn dat jij vol ongeloof zal zijn. Maar achteraf, als je dus goed kijkt, dan ga je wel synchroniciteiten herkennen.
Ik denk dat je positief bent over de toekomst, maar dat je ook weet dat er het een en ander veranderd moet worden. Deze persoon zal diepe emoties teweeg brengen. Zeker omdat jij misschien nog in een vaste relatie of huwelijk zit. Ze komen met een bepaald aanbod. Dit zullen ze op een stiekeme manier aanbieden. Misschien ook omdat je dus in een relatie nog zit. Zij willen graag stabiliteit, balans hebben. Spijt van dat ze van hun keuzes doen. Maar zien jou nou als wensvervulling. Hun ware partner willen aan de connectie werken en hopen dat je hen een nieuw begin wil gunnen. Het is iemand die weet van, zoals ze de zaken vroeger hebben aangepakt, dat het jullie beiden met lege handen heeft laten doen staan. Daar hebben ze nog altijd nachtmerries van. Ze willen jou iets aanbieden. Ze hopen dat je dat gaat aannemen, ondanks het verleden, ondanks wat ze je toen maar hebben geflikt, ik weet niet wat. We gaan dus binnenkort contact opnemen, na een periode van stilte, omdat ze dan vrijgezel zijn. Dankjewel voor het kijken, veel liefde en licht. Namaste.